Voor de aanleg van de nieuwe A18 en A18 was dit eigenlijk een gelijkvloerse kruising met stoplichten. Dat is nu veranderd door een tunnel. Dus de veiligheid wordt hier dusdanig mee verhoogd dat we daar uiteraard heel erg blij mee zijn. Ook als gemeente Oud-IJsselstreek. Hoe zijn de werkzaamheden verlopen? De werkzaamheden aan de fietstunnel zijn goed verlopen. Om dit te kunnen realiseren moesten we de A18 afsluiten. Dat hebben we eind van de zomer hebben we dat meegemaakt. En zag je echt eigenlijk een gat in de weg in de N18. Maar toch is dat zeer vlot verlopen, omdat in één weekend zeg maar, de fietstunnel in ieder geval grotendeels was geplaatst. En toen begon de afwerking. Dus naar volle tevredenheid. Is dit een voorbeeld voor meerdere plekken in de Achterhoek? Dat is zeer zeker een voorbeeld. We hebben een eindje verderop hebben we de Hiddinktunnel. Die moet nog helemaal afgebouwd worden. Maar dat is ook een fietstunnel. En denk ik ook gewoon voor de veiligheid van onze fietsers is dat heel erg belangrijk. Wat hopen jullie verder nog te bereiken met deze fietstunnel? Dat de veiligheid wat vergroot, maar ook dat de doorstroming beter wordt. Omdat we hier eerst te maken hadden met een gelijkvloerse kruising. En die is nu ongelijkvloers. Dat betekent dat je minder kruisende bewegingen hebt bij de verkeerslichten. Verkeersveiligheid is het belangrijkste, maar ook een stukje doorstroming op de N18 zelf. En hoe gaat de fietstunnel vandaag worden geopend? Met de basisschoolkinderen van Op den Koers, samen met de wethouder. Waarom is daarvoor gekozen? Omdat we echt naar het project of de weg en de veiligheid weer terug willen geven aan de gemeente. En aan de omgeving hier weer. U gaat nu onder het nieuwe traject door. Heeft u al over het nieuwe traject heen gereden? Ik was afgelopen weekend heel erg benieuwd van hoe ziet het traject er nou verder uit. Toen ben ik het nieuwe traject in Groenlo. Daar heb ik een stukje overheen gereden en ik moet zeggen, het wordt heel erg mooi.